allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik ga nu vertrekken naar mijn wijk toe. Voilà. Ik moet ook nog de potjes van mijn mama nog meenemen. Die staan hier klaar. Even in elkaar steken. Voilà, deze onder mijn arm, de deksels, voilà. Deze hier, voilà, dan kan ik jullie nog meesleuren, dan heb ik jullie daar niet op gehangen, kut, ja, nee. Hup, voilà. Mijn computer sluit ook automatisch af. Oh, hier mijn licht bijna vergeten uit te doen. Oh, daar ga ik weer al niet aan. Wannige suggel, 's morgens vroeg. Oh, echt waar, wannige suggel. Ik ga jullie laten, dat kan ik beter werken. Zo mensen, ik heb gedaan met werken. Ik ben ook al op mijn appartementje geweest. Ik heb andere schoenen aangedaan. En nu ga ik vertrekken. Richting Chris. Ik hoop niet te veel files, dat ik niet te lang onderweg ben. En ik ben ook al mijn eten gaan halen bij mijn ouders. Ik heb nog iets moois meegekregen bij mijn ouders. Weer nog extra kerstverlichting voor aan de buitenkant dan te hangen. Toch al aan één raam. En dan gaan we nog bezien. Binnenkort komen nog mijn andere kerstverlichtingen ook aan. En die komen dan ook nog integraal buiten op te hangen. Bij deze. Ik ga nu vertrekken richting Chris. En wat heb ik ook nog gedaan op mijn werk? Dat is weer al in de taxi gestapt, weer al naar JBC, Houthalle Helichteren. Om kartonnen dozen eerst kapot te snijden, daarna de borstelen. Maar dan, ik heb nog eerst, voordat ik ging borstelen, heb ik ook nog eerst de paletten opgeruimd. Dan heb ik ook nog de dozen, ja, dus plastieke dozen. Ook opgeruimd, allemaal terug weer op elkaar gestapeld. En ook weer mooi netjes weggebracht. Daarna ben ik beginnen te borstelen. Dan was het bijna tijd om terug naar huis te gaan. En dan zit ik nu hier. Maar ik ben wel vermoeid. Ik heb onder beide 10 kilometer gewandeld op mijn werk. 10 kilometer. Damn you. Dat is heel goed voor terug in de lente terug gaan te wandelen. Dus laat me maar heel veel naar JBC gaan. En dan kan ik genoeg ook wandelen. En kan ik mijn beentjes ook al beginnen te trainen voor de nieuwe wandelseizoen. De kaft met de wandelroutes liggen nog altijd hier achter mij in de kofferbak. Dus dan kan ik daar nog eens binnenkort nog wel eens eentje uit kiezen. Voor de rest heb ik niet meer veel te vertellen. Dus ik ga nu op weg naar Chris toe. We gaan dan samen komen. Ik doe mijn gordel uit. Ik doe mijn raampje toe. En dan kan ik vertrekken naar Chris. Ja, dat ga ik zeker doen. Dus, oh, jawel. Ik ben blij dat ik weer bij Chrisje ben. En schatje, ik weet dat je altijd mijn vlog kijkt. Maar echt waar. Ik wil haar nooit verliezen. Echt waar niet. Dankjewel mensen dat jullie dat ook nu weten. Dat ik Chrisje nooit kwijt wil. Maar nu ga ik mij wel klaarmaken om uit te stappen. En naar Chris te gaan. Ik ben nu terug onderweg richting Limburg. Dus ik ben uit Antwerpen aan het gaan. Het is toch tamelijk vlot verkeer. En ik heb niet gefilmd bij Chris. Omhoog van... Even wat wat heb je gas bijgegeven die achter mij nu. Dus ze voelen zich nog niet echt 100%. Dus dan vind ik het ook niet leuk om te filmen. We hebben samen gegeten in het Weinigem Shopping Center. Het was lekker, heerlijk. Dus ik ben van 6 tot 8
bijna half negen, maar toch ja, tot 8 uur. Jawel, tot 8 uur. Bij haar geweest. Dan vind ik dat ook wel lang genoeg. We hebben, ik heb dan ook nog een ijsje gegeten, een mocha crème. Twee bolletjes mocha crème met lekkere chocoladesaus. En het heeft mij gesmaakt. En ik ben nu echt moe. Dus ik hoop dat ik snel thuis ben. Dat ik dan ook een beetje kan kruipen. Dan nog naar familie kijken. En zo knol kijken. En dan slapen. Maar, er is wel een maar. Er gaat sowieso nog een outro komen, wat ik gisteren heb opgenomen. Dus daar ga ik sowieso ook zeggen. Omhoog van Silke Potts. Silke Potts had dus even gereageerd. En 30 seconden later had ik daar direct met een outro ook daarvan gemaakt, omdat het ook al heel laat was. Dat ik dat ook ga meenemen in mijn outro. Dus Silke Potts, Sibiet komt jouw aflevering, waar ik wel met een paar vragen zit. Dus ik hoop dat je ook bij deze kan, deze ook kan beantwoorden. Maar nu ga ik nog op de baan letten. Ga ik ook nog zelfs de eeuwige vuurvlam passeren. Dat betekent ook, als je daar passeert, dan geef ik je ook als tip, zet alsjeblieft je verluchting ook uit of zet die circulatie in de auto aan. Doe je ramen ook toe, ook tijdens de zomer, als je daar passeert. Hoewel van zijn geen prettige stoffen dat vrijkomen. Maar kom aan, auto kan. Kan ik, die kan mij ook gaan voorbij steken. Mijn ziekes. En ja, daar kun je gewoon van ziek van worden. Dus mijn ventilatie gaat zelfs aan, dat alleen maar geventileerd wordt in een auto. En dan, als ik dan daar, pak ik me toch een goede kilometer daar al vanaf ben, dan zet ik gewoon terug mijn gewone ventilatie op. Dat klein stukje. Dus, maar ik ga jullie nu laten. Dus geniet maar van mijn outro, wat ik dus gisteren heb opgenomen. En dan zie ik jullie allemaal morgen fris en wel weer op verschijnen. En morgen geen 2 video's, maar 3 video's. Zowel 2 Christmas musics en 1 vlog. Bij deze weet je dat dan. Allee, ik zie jullie allemaal morgen terug. Geniet maar van de outro. Ciao. Hallo kijkers, ik heb even een vraag voor iemand. Die iemand heet Silke Potts. Silke Potts, hoe bedoelt je dat alles om mij draait? Ik kijk ook naar Bea, want Bea zit langs mij. Die vraagt zich ook af, dat draait toch niet alles rond mij, hè? Nee, maar soms krijgen de mensen het gevoel van wel en ik snap eigenlijk niet waarom. Dus Silke Potts, in... Ja, hoe moet ik het gaan bevragen? Dus het is ook al heel moeilijk ook voor mij. In welke zin ziet jij het dan dat ik moet veranderen? Waar juist? Ik ga nu ook binnenkort met op het thuis naar een psychiater, dacht ik. Ja, psychiater, goed gezegd. En dan ja, wordt er misschien nog een en ander wel nog iets duidelijker. Dus ik hoop dat uw oorken nu is opengegaan met het woordje psychiater. Dus dat ik daar ook al ga mee praten. Maar een of andere manier
weet ik dus nog altijd niet wat ik juist verkeerd doe. Dus als ik iets verkeerd doe, zet mij gewoon eens een e-mailke, info@psychotv.be, met daarin wat tekst van wat ik dus verkeerd doe en wat ik toch redelijk goed doe in uw ogen. En ja, dan ga ik daar wel eens echt eens rekening mee houden. En mee opletten. Ja. Maar ja. Dus Silke Pots, dus mail me eens even. Of kom op Discord. Of voeg mij toe op Facebook. Zeg wel dat je dan wel van YouTube bent, want ik accepteer niet iedereen. Hoe kun je mij nog contacteren? Via de fanpage op Facebook kun je mij contacteren. Via Instagram kun je mij contacteren. Via Twitter. Zijn er nog contactwegen? Ja, nee. Jawel, via WhatsApp. Dus als je dan naar www.psychotv.be gaat. En je gaat gescrollt helemaal door naar onder. Ja, mijn schatje is even aan het hoesten. Ja, ik ben klaar. Oké, okay. Dus je scrolt een klein beetje naar onder toe. Op www.psychotv.be krijg je ook de WhatsApp-logo zien. En dan connecteert je direct naar mij toe. Dus dan kun je een berichtje sturen ook naar mij toe. En dan zie ik dat ook integraal verschijnen op mijn gsm. Dus bij deze, dus ik wil een klein beetje wat duidelijkheid hebben. Zulke posts wat ik dus verkeerd doe. En wat ik wel nog goed doe, zet het er ook wel nog wel erbij. En dan wil ik er wel in de toekomst wel rekening mee houden. Niet? Ja. Ja, ze is moe. Deze is opgenomen 30 seconden na de reactie van jou, hè, Silke Pots. 30 seconden. De vlog stik al volledig in elkaar. Dit is een toevoeging van de vlog voor morgen al. Dus daar ga ik dan staat deze fragment erachter. Dus dan weet ik dat ook bij deze. Allee, dus mensen, dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven en van Bea haar leven. Ja, het is nu een klein beetje wel heel raar. Ja. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Mijn naam is nog altijd Diem de Remus. En haar naam is nog altijd Bea. En wij zien elkaar nog weer al morgen terug op een nieuwe vlog. Tot morgen, yo!